Dat zijn de meisjes van 8 en 9 jaar. Voor de Bissing Crossers uit Omen, Sophie Lennits. Voor de Flying Bikes, Anne-Wil van Dam. Voor de Rapid Wheels hebben we Loël Kors. Voor de Volharding hebben we Celia Vis. En voor Nijkerk, Tatum Geurt. Dames, succes. Riders ready, what's the gate? En daar ligt het hek alweer hoor. En alles is alweer heel rap vertrokken. Dat meisje met dat hoge nummer, Tatum Geurt. Zij pakt de koppositie voor Nijkerk. Zij scoorde alleen maar eentjes in de marges. En doet dat nu dus weer. En gaat gewoon op weg naar haar achterhoekskampioenschap. Mocht ze geen problemen krijgen onderweg. Wie sluit aan op positie nummer 2? Dat is Celia Vis. Op 3 zien we dan de Flying Bikes. Anne-Wil van Dam. Maar zij krijgt nog een avond van duren hoor. Van de dame van Casino V. Dat is Loël Kors. Maar de winst lijkt toch te gaan naar de 1067. Het nummer van Tatum Geurts op de tweede positie, dus de 4.33. Celia Vis voor de volharding uit Nunspeet. En op positie nummer 3 zien we dan 3.42. Het nummer van Anne-Wil van Dam. Op 4 is het dan de dame van de Rapid Wheels en Casino V, Loël Kors. En Sophie Lennits sluit de rij.